joh. Dat is goed. Is die bij Jan begonnen? En voor degenen die uit andere delen van het land komen, maar we zitten nog bij SGC 08. Jack en SG35 zijn gefuseerd inmiddels. Maar daardoor heet de club inmiddels SGC 08. Al 6 jaar heb ik hier ook in deze club gespeeld. 100 meter verderop begonnen. 12 jaar geleden is het een fusieclub geworden. Toen Arjan mij vertelde dat we het toernooi willen houden. Met mijn naam vond ik hartstikke leuk. Want toen speelde ik in het eerste bij de senioren. Toen maakte ik in mijn eerste wedstrijd één doel. Toen was ik zo blij. Maar toen ben ik naar ADO gegaan. Er zaten alle mensen van ADO die hebben mijn doel uitgehaald. En toen ben ik bij ADO gebleven. Daarna heb ik nog in Duitsland en in Engeland. Later ben ik teruggekomen hier bij ADO weer. En ik woon hier ook een paar honderd meter verderop. Dus ik vond het hartstikke leuk dat ik hier mocht zijn. Mijn neef speelde ook hier. Ook hier gespeeld. Wij hebben hier gespeeld. Fantastisch geworden. Hartstikke fijn dat jullie allemaal gekomen zijn. Dat je zo vroeg uit je bed moest. Ik ook. En dat ik hier al zijn was, is mijn één echte. En dat is het voetbal. En ik hoop dat jullie daarvan, ook met de begeleiders, ook met de scheidsrechters, proberen niet te veel te roepen op ze, want ze komen ook hierheen. Het is ook voor de hobby en ook voor het plezier. Ik hoop dat jullie hartstikke leuk zullen vinden. En dat we vanmiddag kunnen constateren dat het weer wat beter is geworden. En dat het een fantastische editie is geworden van deze cup. Oké, jongens, hartelijk welkom allemaal. Nou, Martin heeft heel wat meegemaakt, dat hoor je wel ook, hè? Trainer van Ajax ook nog geweest, hè, Martin? Bij ADO Den Haag natuurlijk gespeeld met de mooiste, hele mooie herinneringen. Met Scheveningen kampioen geworden. Tot op de Bondsbeurs, ja, daar gaan we zaterdag naar kijken natuurlijk. Ja, ik ben wel uitgenodigd. Je bent uitgenodigd, dat is mooi al. Dus dit is een icoon en wat zijn we onwijs trots dat hij daar vandaag is, in ieder geval. Jongens, heel veel plezier, genoeg gepraat, ik zou zeggen... Voetballen maar! En dan laat ik het hier. Ja. Jij bent even vrij. Ja. Ja.
geef ze een heel groot applaus voor de derde en vierde plaats. Wedstrijd C, Burgerja en JVOZ. De grote finale. Ga maar op de banken staan. Hier zijn ze, Royal Antwerp en DCG. En applaus voor de twee allerbeste ploegen van dit Martin Jol toernooi. En dan heb je toch over 40 ploegen. Dat zijn zo'n 400 jeugdspelers. En dan mag je de finale spelen. Hoe mooi is dat? Geeft ze in ieder geval het laatste applaus mee voor de derde en vierde plaats en de finale wedstrijd. Penalties nemen voor de derde en vierde plaats. Die gaat tussen C. Burgerja en JVOZ.
Ja, dan gaan we starten met de prijsuitreiking. En op de vierde plaats, en dat is toch wel heel erg knap, mag je zeggen, een club die er altijd bij is bij het toernooi en elke keer laat zien waarom ze zo goed zijn. Krijg de handen op elkaar voor Zeeburgia, de nummer 4 van het Martin Jol toernooi. De derde plaats van JVOZ. Mag ik een heel groot applaus voor DVG uit Amsterdam. Voordat we naar de eerste plaats gaan, kijk nog maar even goed naar die grote beker alvast. Gaan we naar de beste speler en keeper. Unaniem, geen discussie over mogelijk. De speler komt, spannend hè, van Royal Antwerp. Dat zat vast. Nummer 24, Emer Robbie. De beste keeper, ook dat is wel eens lastig. En ja, we hebben voor de toekomst heel veel goede keepers nodig in Nederland. En ook hier hebben we er weer een gevonden. En de beste keeper van dit Martin Jol toernooi is geworden, zeg het maar. Komt hoor! Matthijs Pieter! JVOZ, Thijs Pieter! De gehele mensen uit de dag gaan, geef hem een groot applaus. Ja, knuffelen maar goed hoor, beste keeper van dit toernooi. En ik kan het echt keeper. Heel even uw aandacht, want zo'n dag kan niet zonder scheidsrechters. Zonder die vele vrijwilligers van deze prachtige vereniging SV08. En natuurlijk van het Haags amateurvoetbal, jullie zijn kanjas. Mag ik daar een heel groot applaus voor. En natuurlijk de naamdrager, Martin Jol. Dan nu het moment. 400 spelletjes namen deel aan dit toernooi. 40 ploegen. Geef ze een daverend applaus, de winnaar Royal Antwerp. En dan is het toernooi nu zo'n beetje ten einde. Heel fijn dat u er allemaal was. Allemaal dank voor uw steun aan uw vereniging en natuurlijk aan dit mooie toernooi. Wij hopen dat u er net zo van heeft genoten als wij dat hebben gedaan deze dag. En dat geeft allemaal ons een voldoening en dat hebben we toch met z'n allen nodig. En geef die eerste plaats Royal Antwerp nog één keer een fantastisch applaus. Want we zijn trots op onze zuiderburen en ze laten hiermee ook nog maar eens eens zien dat we heel lekker kunnen voetballen. En voor iedereen wel thuis en maak er een mooie vakantie bij van. Geniet van het leven en tot in het nieuwe seizoen. En wat het toernooi betreft graag tot volgend jaar. Dag! Inmiddels kwart over vijf.
Vanmorgen vroeg uit je bed, Martin? Nou, vroeg, nee, ja. Ik ga wel eens vaker, sta ik om 7:15 op. Dus zo heel vroeg was het niet, maar het was in ieder geval een dag waar ik naar uitkeek. Fantastisch georganiseerd. Compliment voor de organisatie. Ook een compliment voor alle mensen die ervoor gezorgd hebben dat die gastjes, want het zijn nog jonge gastjes natuurlijk, en wij zijn ook zo begonnen, een hele fijne dag hadden. En wij ook. We hebben bijna alle wedstrijden gezien. Heel hoog niveau, iets minder niveau, maar je zag ook in die laatste finales, derde, vierde plaats, troostfinale, maar ook vooral in de finale, dat er enorm veel talent liep. En dat is eigenlijk de opzet ook van Arjen en zijn mensen, ja, om toch talenten te ontwikkelen. Haagse voetbal, Haagse amateurvoetbal zegt het al. Daarom vond ik het ook wel leuk dat een buitenlandse grote club zoals Antwerpen is, Dit toernooi won. Liepen gastjes in. Dat zijn jongens die ga je over 8-9 jaar terugzien in het eerste van Antwerpen. Dus al met al geslaagd. Ik denk dat wij een aantal hele leuke dingen aan het doen zijn met het Haagse amateurvoetbal. Met name voor het jeugdvoetbal in onze regio. En ja, wat is er mooier dan Haagse iconen te eren? Want daar zijn wij in Den Haag eigenlijk niet zo goed in. Dus ik vind het alleen maar mooi dat mensen zoals Martin, die er ook de hele dag bij is, dat we die met zo'n toernooi een eerbetoon kunnen geven. Nou ben je hier gekomen met, ik noem het dan maar, twee rechterhanden. Ja, met René Makkaar en Vincent van Berkel, die staan naast. Die hebben de taken zijn verdeeld. Ik zag dat René vaak met omroepinstallatie bezig was. Mijn radiomaatje bij Sporttribune. Ja. Ja. Ja, dat is, ik zeg altijd voor de gein, dat is ook het enige wat ik kan eigenlijk. Ja, nee, ik, toen ik 20 was, nu ben ik bijna 60, ik ben nog steeds wat dat betreft nog heel enthousiast over het jeugdvoetbal. Ja, ik ben nog steeds ook daarin actief. En eerst was het inderdaad Omroep Rijswijk en nu is het Midvliet FM geworden. Zitten we echt in deze regio. Dus we willen Wassenaar ook zeker op de kaart gaan zetten. Nou, dat is heel mooi, maar Vincent, schuif jij nou eens even op. Een stapje. Ja, Vincent, ik zag jou aan de tafel met alle schema's. Dat is jouw taak? Ja, mijn taak is de schema's en de clubs binnenhalen. En zorgen dat alles loopt. En alles op rolletjes vandaag? Alles ging op rolletjes, ja. Er gebeurt wel eens wat, maar tot nu toe ging alles goed. Ja, want als er dan auto's komen klagen of wat dan ook en niet eens zijn met de beslissing van de scheidsrechter, komt dat bij jou terecht? Dat komt bij ons terecht, maar ik moet zeggen, vandaag was het minimaal. Dat mag ook wel eens gezegd worden. Goede scheidsrechters. Ja, goede scheidsrechters. Ja, daar wil ik even op terugkomen. Want daar hebben we het over gehad. Want je komt dan wel eens op toernooien en dan worden eigenlijk jeugdspelers verplicht om te gaan fluiten. En die zijn dan niet opgewassen tegen sommige ouders die dan aan de kant staan te schreeuwen. Nee, maar de scheidsrechters vandaag was van hoog niveau, liepen er goed bij, netjes in het pak en hadden echt de overhand. En als ze iets niet accepteerden, werd er ook gewoon duidelijk voor gefloten. Dus dat mag zeker nog een keer gezegd worden. Compliment hoor. Nou, daar staat de man die onder andere de scheidsrechters heeft geregeld en veldcoördinators. Martin, zou je even... Nee. Maar, ja. Deze Martin schuift steeds daarheen, dus iets meer. Ja, zo, ja. Ik heb Martin net even gezien, hoe komt dat zo? Want ook Haaglanden voetbaltoernooi heb je ook uitstekend hier georganiseerd. Je hebt tegen mij gezegd, ik ben er eigenlijk een klein beetje ingeluisterd. Nou, ingeluisterd. Kijk, op een gegeven moment weet je een dergelijk toernooi. Dat doe je niet in een dag. Daar ben je maanden mee bezig. En nou, ik heb tegenwoordig ook wat andere dingetjes om handen. Dus ik had niet direct het plan opgevat om dit als eerste man vanuit de club zeg maar, op te pakken. En toen werd ik ergens bij betrokken vanuit mijn rol in de commerciële organisatie, commerciële commissie. En ik dacht, nou ja, er moet wat over centjes gepraat worden, dus daarom mag ik erbij zitten. En zo werd tegen de heer gezegd van nou, dit is de man die het toernooi op poten gaat zetten. En daar zat ik met mijn ballen. En toen zei ik de legendarische woorden, ja tuurlijk. Dus nou ja, en zo is het gekomen. En uiteindelijk moet ik zeggen, weet je, als je ziet wat voor een dag het is geworden, geeft het ook weer ontzettend veel voldoening. Het is ongekend zoveel mensen op de been. Wat zei je, 400 voetballertjes, Martin? Nee, honderden spelertjes, dus dat is ook fantastisch. Net wat ik al zei, het gaat om die pikjes natuurlijk. Wij zijn zelf ook zo begonnen en ik kan me herinneren dat ik bij JAK speelde. Dat is natuurlijk een fusieclub
van SW 35 en Jack. En ik ben bij Jack begonnen. Dus zodoende, toen ik vanmorgen hier kwam, was ik toch wel weer trots dat ze dit allemaal opgebouwd hebben. En dat Arjen gewoon een hele goede locatie genomen heeft. En een hele goede club, SWC 08, om daar een toernooi te organiseren. Dus daar heb ik graag aan meegedaan. Ja. Nou, oké, okay, dan heb ik nog heel goed nieuws. Ja, Martin is vandaag ook vriend van SWC 08 geworden. Ja, dat ben ik vandaag ook geworden. Dat was ik al, want ik was al donateur, al een jaartje of 45. Maar vandaag ben ik ook bijgeschreven worden. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb het hem verteld. Hij is al bij HSV, het was winterstop. En ik ben toen bij zijn huisadres langs gegaan, want het was net in de verbouwing. Want ik met Hans van der Pot samen en Tim de Jong hebben dat opgestart. Dat bord wat daar hangt voor de vrienden van SVC 08. Ik denk, nou, Martin die staat nog op de ledenlijst. Die ga ik eens proberen over te halen, maar helaas stond daar voor een gesloten deur. Ik denk, vandaag ga ik het toch netjes aan hem vragen. En dat is... Maar ook als ik niet op de ledenlijst had gestaan, had jij het vermoedelijk gevraagd. Nou heren, ja, nogmaals een compliment. Ik wil denk ik namens het Haagse Amateurvoetbal wil ik SWC 08 bedanken voor de geweldige organisatie. We hadden even wat onrustige nachten, zeg maar het is allemaal goed gekomen, geweldige scheidsrechters. En ja, ik denk dat we met elkaar iets hebben neergezet wat voor herhaling vatbaar is. Applaus voor SWC. Dus tot volgend jaar. En dan doe ik nog één keer het verhaaltje van Martin. Martin die ging met zijn broer op het fietsje naar de buurtweg, naar SV 35. Maar Martin heeft me nu verteld, het was geen fietsje. Ze zaten zelfs al in de auto in die tijd. Martin. Ja, iedereen kan van alles verzinnen, ja. Maar iedereen weet dat we willen het even iedereen weet dat je met vier man niet op een fietsje kan zitten. Dus we waren met de moeder van Mickey Kok, mijn broertje Kok en ik. En toen reden we verkeerd, normaal ga je rechtdoor naar SV. Ja. En dat wisten we later natuurlijk wel, toen al niet. En nou gingen we linksaf op de Waalsdorpenweg. Kwamen uit bij het oranje bord van Jack. En die meneer die daar stond, die zei, nou je moet helemaal niet naar SV, je moet naar Jack. En dat hebben we toen gedaan. Maar goed, daar gaan we mee afsluiten. Maar dan is uiteindelijk alles toch nog goed gekomen. Heel goed. Oké. Okay. Ja. Bedankt Martin. Jij ook bedankt. Dankjewel.